Mijn naam is Eva Raamakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe beeldvideo op mijn kanaal. In deze video of in deze serie gaan we eigenlijk een eigen pachinko-machine maken. Ik heb nog geen idee wat ik precies bedoel, geen enkel probleem, dat ga ik allemaal uitleggen in deze serie. Dus zou zeker zeggen, als je zin hebt, doe zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Dan gaan wij gelijk beginnen met deze eerste aflevering. Ja, zoals ik al vertelde net, ga ik in deze serie met jullie een pachinko-machine maken. En eerst even, wat is nou precies een pachinko-machine? Nou, een pachinko-machine is eigenlijk een Japanse gok. Automaatachtig iets. En daarmee laat je een balletje, schiet je eigenlijk omhoog. En dat balletje gaat over spijkertjes allemaal naar beneden toe. Dan heb je er onder drie bakjes zitten. Kom je in een bakje, dan heb je zijn prijs en uiteindelijk gaat het zo verder door. Oftewel, het is een soort van gokspuitje. Dat wil ik ook gaan maken. Ik heb hier namelijk een hele oude Duitse wandgokkast. Dit is namelijk de Gold Club en dit is een hele oude gokkast die ik eigenlijk niet gebruik. En hier ga ik de pachinko machine inbouwen. Wat gaan we zo meteen doen? Ik ga hem even omhoog zetten. Dan kan ik even door het raam met inkijken zelf. Wat we gaan doen, aan de bovenkant kun je zo meteen, wat we zo meteen gaan doen, als je bij de bovenkant kijkt, zit hier bovenkant zit een ingang waar je vroeger geld in moet stoppen. Daar moet je nog steeds geld aan gaan stoppen. Als je daar geld in stopt, dan komt vervolgens hier het scherm geactiveerd. Dan komen we hier onderaan de bak, daar moet ik nog een schoteltje onder maken, komen dan drie balletjes of vijf balletjes, moet ik even bedenken. En vervolgens ga je die bovenaan, via de rode button, die gaat er eigenlijk uit, kun jij dit balletje naar binnen gooien. Als ze naar binnen gegooid worden, komen ze in het speelveld uit en gaan ze eigenlijk over spijkertjes allemaal naar beneden toe. En onderaan zie je nog verschillende buttons staan, 1, 2, 3. En met die buttons kunnen ze zelf gaan kiezen waar een balletje in gaat komen. Als jij denkt dat het balletje hierin komt, klik je deze button in, komt hij daarin. Klik je die in en komt hij daarin, klik je die in. Heb je het goed, dan komt de jackpot en dan krijg je een deel van je bedrag terug. Dan gooit wat geld terug in het muntenbakje. Komt hij in een ander bakje uit, geen enkel probleem, dan krijg je een aantal balletjes cadeaus, of zo'n bonus krijg je dan. En dan kun je het opnieuw gaan proberen. Een soort van eigen gokkast. Nou, dit is misschien een beetje lastig voor te stellen voor jullie. Dus ik ga even een plaat hout bij pakken. Want dit werkt natuurlijk niet. Ik heb hier een plaat hout staan. En dit is een plaat hout waar we straks een pachinko gedeelte zelf op gaan bouwen. Die komt hier achter zitten. Zo te zitten. En hier gaat het hele spel in gebeuren. Nou, nu zit het natuurlijk nog los, maar ik ga hem natuurlijk straks alvast inzetten. En dat gaan we doen in de volgende video. Kijk, er komt het. Nou, dit is eigenlijk een beetje het gezicht. Hij wordt nu nog geverfd, komt allemaal een ander kleurtje op, maar hier gaat het zo meteen opkomen. De balletjes gaan over deze plaat naar beneden en verdwijnen onderaan de bakje als ze helemaal fout zijn. Als we omdraaien, dan kunnen we een beetje de techniek zien. Want nu is het nog gewoon een kale frame, er zit eigenlijk gewoon nog niks op. Dus daarna komen we de achterkant en hier gaan we eigenlijk van alles in maken. Als eerste gaan we hier natuurlijk het geldgedeelte maken, zodat als het geld opgevangen wordt, komt hier een bakje in. En als alles een deel terug moet storten, komt het via de cupje aan de onderkant weer terug naar voren. Ja, aan de onderkant komen een aantal schakelaars te zitten. Dat zijn gewoon de oude schakelaars die er vroeger ook in zaten. Die komen hier onderaan weer terug te zitten. Als je een knop indrukt, wordt hier een zwart pinnetje uitgeduwd. Daar zit een klein pinnetje. En vervolgens zal de schakelaar worden ingedrukt. Oftewel, eigenlijk een heel systeem komt hier achter zitten. Daar komt ook nog een baantje zitten om de balletje naar boven te brengen, et cetera, et cetera. Daar gaan we de komende weken eigenlijk aan werken. Maar ik ben eigenlijk heel even benieuwd of jullie leuke ideeën hebben. Heb je een leuk idee voor het speelveld? Hoe het speelveld interessant kunnen maken? Of misschien heb je wel eens een thema die ik hiervoor kan gebruiken? Al jullie ideeën zijn welkom. Dus ik zou zeker zeggen, heb je ideeën? Laat ze die onderaan de reacties achter. Dan gaan we die heel graag bewerken in de volgende video. Nou, nogmaals, heb je ideeën? Heb je vragen? Laat ze gerust achter. Ga ik allemaal antwoord op geven. Dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Bij de tweede aflevering. Waar we dus echt gaan beginnen met het bouwen van onze pachinko machine. Ik zou zeker zeggen, tot de volgende keer. En heel veel succes met gokken natuurlijk. Oh ja, als jij het gokken, natuurlijk minimaal 18 jaar zijn. Doei! Oh, maak ik jou al kapot al?